Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 55 is ABC Deelder van Arie Deelder, waarin de dochter van Jules Deelder virtueel door de spullen van haar vader heen gaat aan de hand van het favoriete feest- en bruiloftsnummer, oftewel het ABC'tje. Het boek is mooi vormgegeven en bestaat uit foto's en tekeningen. En tussendoor staan er dan verschillende anekdotes. Zo begint het boek bij de A van aandenken en eindigt het bij de Z van zwart. En hoe lullig zo'n ABC'tje normaal gesproken ook is, als tante Sjaan met een onmogelijke powerpoint het jubilerende echtpaar toespreekt, zo werkt dat in dit boek prima. Sterker nog, het sluit zelfs aan op het werk van Deelder. Zelf schreef hij ooit onder pseudoniem een ABC voor de genieter van marihuana. Maar ook inhoudelijk klopt het. Zijn poëzie is sterk gelieerd aan die van de zestigers. De observatie, flarden van een verhaal, een mop en de readymade die ook in zijn beeldende kunst terug te vinden is. En in het Beelderproject met kunstobjecten bestaande uit plastic prularia. Omdat hij vuurvaste handen had, hield hij de vlam van de aansteker vaak te lang en te dicht op zijn vingers. De zwarte dampen en de druipers van het smeltende plastic lieten een moeilijk verwijderbare zwarte waas op zijn nagels achter. De oplossing hiervoor was een dikke laag donkerkleurige nagellak. Naast zijn zwarte nagels komt uiteraard ook de rest van zijn opvallende verschijning ter sprake. Zijn slickback kapsel, zijn zwarte pakken en zijn stropdassen. Ook gaat het over zijn voorliefde voor Sparta en natuurlijk voor de jazz. Met een mooie anekdote dat hij vlak voor zijn overlijden nog in het bezit kwam van de originele LP van Tony Frisella, waar hij jarenlang naar had gezocht. Het verhaal wordt alleen een beetje gemakzuchtig opgetekend aan de hand van twee krantenartikelen. Vier keer heeft hij hem gedraaid, Jules, op zijn eigen pick-up. Hij vergeleek hem uitgebreid met de latere Japanse versie die hij in zijn stalen platenkast had staan. En godverdomme, hij wist het zeker. Dit was het ontbrekende puzzelstukje in zijn jazzverzameling. Laat ik voor de vorm eens een onderblompje doen en een anekdote uit eigen doos vertellen. In 2010 mocht ik namelijk als producent van het Concertgebouw 3 concerten produceren met Benjamin Herman als artist in residence. Op de eerste avond bracht Herman integraal zijn album Kampert ten gehore. Een magistrale soundtrack, wellicht een van de beste jazzplaten die op Nederlandse bodem is verschenen. Oorspronkelijk is de muziek bedoeld als filmmuziek bij een documentaire over de onlangs gestorven schrijver Remco Kampert. En dit concert, wat overigens ook weergeloos was, eindigde net als het album met het op muziek gezette gedicht Lamento, voorgedragen door de oude dichter zelf. Hier nu, langs het lange, diepe water, dat ik dacht dat je altijd maar... In de coulissen stond Jules Deelder, die op diezelfde avond en de daaropvolgende avond jazzplaten zou gaan draaien in het Aftercafé. Het idee was ontstaan, ik weet niet door wie, dat Jules Deelder als een soort toegift ook nog gedichten zou voordragen op het podium. Maar terwijl hij daar klaar stond en Remco Kampert hoorde oreren, sloeg de twijfel bij hem toe en hij overlegde of het wellicht misschien gewoon ongepast was om aan deze avond nog enkele Deelderiaanse teksten toe te voegen. En dat was voor mij een verrassende bescheidenheid. Hij trok zich terug om de magie van die avond niet te verstoren. Uit stekelbaars. Hij was pas 21, maar al heel cosmopolitisch en echt doorgewinterd. Die gedichten beschreven kraakachtige toestanden in Londen. Dat was inderdaad Cloud 9, tussen de doop naar jazz luisteren. Aldus Simon Vinkenoog over het debuut van Jules Deelder tijdens het door Vinkenoog georganiseerde Poëzie in Carré in 1966. Voor de literaire waarde kun je dit boek laten liggen. Het is meer een onderhoudend kleinigheidje voor de fan van dit fenomeen, die bij mijn generatie waarschijnlijk bekender is door de wasmiddelreclame en als tv-persoonlijkheid dan door zijn werk. Je bladert er een uur doorheen en het hoogtepunt is wat mij betreft de metadiscussie over zijn ontmoeting met Jimi Hendrix. Met een discussie die hij in die bioscoop heeft met zijn vrouw, terwijl op het scherm de documentaire te zien is waarin hij op zoek is naar bewijsmateriaal van die ontmoeting. Ik gaf al aan dat het aantrekkelijk uitziet, bewust een beetje rommelig. Wel storend is dat er her en der nog spelfouten te ontdekken zijn. Wat het vermoeden doet reizen dat men meer aandacht heeft gegeven aan de vorm dan aan de tekst. Ik geloof dat dit boek een soort voorproefje is van een uiteindelijke biografie of van meerdere biografiedeeltjes. Maar voor een boek over iemand die 25 poëziebundels heeft geschreven is de literaire oogst hierin wat mager.
Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.